Welkom bij Praktijk de Wereld. In deze online yin-yoga les laat ik jullie nu de melted heart zien. Voor de melted heart mag je op handen en knieën komen. En dan zorg je ervoor dat je knieën recht onder je heupen staan. Dus je leunt niet te ver naar voren, niet te ver naar achteren. Maar probeer je knieën, eigenlijk je benen in een hoek van 90 graden te houden. Van daaruit mag je je handen naar voren plaatsen en je onderarmen. En daar kom je op liggen. En dan mag je je voorhoofd op de grond plaatsen. En dit is de houding, de melted heart. Voor de melted heart mag je op handen en knieën komen zitten. En dan zorg je ervoor dat je benen eigenlijk in een hoek van 90 graden zijn. Dus niet de billen naar achteren laten zakken, ook niet te ver naar voren. Probeer ze recht onder je heupen te houden. Van hieruit plaats je de handen naar voren. Breng je je onderbenen op de grond. En mag je je voorhoofd op de grond leggen. In deze houding verblijf je 2-3 tot 5 minuten. Na 2-3 tot 5 minuten kom je voorzichtig uit de houding. Het kan pijnlijk zijn om uit de houding te komen. Ik denk dat het fijn is om lekker op je buik te komen liggen. Je armen langs je lichaam naar achteren te brengen, de handpalm omhoog te draaien en minimaal een minuut na te voelen wat de houding met je gedaan heeft. De houding melted heart is een houding die met name rek brengt in de schouders, in de schouderbladen, maar ook in de wervelkolom. Dat een extensie, een achteroverbuiging van de rug heeft. Hij brengt rek op de meridianen, aan de binnenkant van je armen, de hartmeridiaan, de longmeridiaan en de pericard. Dank jullie wel. Namaste.